Yo, de naam is Mal Kamsi. Ik ben hier met twee gasten. Met een mening. Stel jullie even eerst voor. Hoe bedoel je stel je even voor? Iedereen kent mij, man. Mijn naam is Knappe Mo, man. Alle vrouwen kennen mij. Knappe Mo in de house. Ja, hoi. Hoi, hallo, hoi. Ja, de naam is Harry Bierbuik. Ja, dat ben ik. Dat ben ik, ja. Hoi. Heb ik een vraagje aan jullie. Wat vinden jullie van Ebru Umar? Eb hoe? Eb hoer. Ja, die ken ik, man. Ja, met die paardenbek. Iedereen kent haar, man. Ja, man. Wat vind ik van haar? Zij is lelijk. Wow. Ja, weet je wat het is? Ebru, ja, dat is mijn heldin. Dat is mijn heldin. Ja, kijk, die zegt tenminste waar het om slaat, weet je. Zij is lelijker dan mijn oma. Heb je die wallen van haar gezien? Zij heeft meer wallen dan de wallen van Amsterdam. Ze is echt leeg. Maar, Ebru, ik heb wat voor jou. Kijk deze. Ik ga deze bij jou zo doen. Rakka, 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 kijk, je bent net een mug, man. Waarom vinden jullie dat? Waarom? Vertel, waarom vinden jullie dat? Wat is jullie argumenten? Maar wat ze zeggen over Marokkanen, ja, dat bevalt me wel, weet je wel. Die Marokkanen, dat is gewoon een rotvolk. Daar kun je niks aan doen. Dat is gewoon een rotvolk, hè. Want vroeger was het, zeg maar, ophangen. En nu is het rondhangen. Ja, waar is het misgegaan? Dus Ebru, top meid, ga gewoon zo door. Laat je niet klein maken, oké? Okay? Waarom vind ik dat? Ben je blind of zo, sahbe? Kijk naar haar kop. Zij is echt lelijk, man. Zij is zo lelijk. Als ik haar naam in Google intik zo, dan krijg je allemaal paardenfoto's te zien. Zij is zo lelijk. Als zeg maar lelijkheid, zeg maar nominaties waren voor lelijkheid, dan had ze alle Oscars gewonnen. Harry, wat vind jij van Marokkanen zelf? Wat is jouw mening over Marokkanen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik snap niet waarom Marokkanen niet begrijpen waarom we ze niet moeten hebben. We moeten jullie niet. En we geven allerlei hints. Kijk, we hebben de inburgerscursus heel moeilijk gemaakt. He, zelfs wij Hollanders die zakken ervoor. En waarom denken jullie dat we jullie niet aannemen op werk? Ook een hint. En vooral, waarom denken jullie dat we die spaarvarkens in de vorm hebben gemaakt van varkens? Ja, zodat jullie moslim er vanaf blijven, oké? Okay? Ik heb nog nooit gehoord van Marokkanen. Ik heb nog nooit gehoord dat Marokkanen. Nou, ik heb nog nooit gehoord dat je aantrekkelijk bent. Dus, kopen mensen. Dus pak jullie schapen, wat jullie een vrouw noemen, en ga gewoon recht in de grens. Oké? Okay? Doei, doei, doei Marokkanen, tot nooit meer. En ook geen aanzichtkaarten sturen, oké? Okay? Oh nee, dat hebben jullie dan in de woestijn, haha.